Ik ben meestal niet ongelukkig, nee. Dat was ik vroeger wel veel meer. Vooral in mijn tienerjaar en twintigerjaren. Maar dan achteraf merk je ook dat je een soort thuis voelt in gedachten van ongelukkig zijn. Dat is een heel raar iets, dat is heel aantrekkelijk op een gegeven moment. En dan voel je op je gemak in een negatieve denktrand, of misschien op een eenzame denktrand. Ja, ik denk dat het voor mij zo is geweest dat die muziek zoveel begon te betekenen in mijn leven, dat ik heel graag onderdeel van die wereld wilde worden. En het toeval is dat er gebeurt door het nemen van een foto ooit. Ik dacht, ah, dat is fantastisch. Dus toen heeft zich dat ontwikkeld en mijn onderwerpen waren toen alleen maar muzikanten, want dat is het enige waarin ik geïnteresseerd was. En langzamerhand heb ik toen ook een liefde voor fotografie zelf gekregen. The beautiful soul music tunes out of the jukebox when the chicks hang around. Dressed to kill, surrounded by the boys. Ja, het wordt echt een triptiekje zo. Ja, dat wel. Maar het is wel, weet je, het is wel mooi, net als hier, dat je een groot gezicht ertussen hebt. Ja, heel goed. Mijn werk. Het is allemaal net niet perfect, maar dat geeft misschien een soort van iets van het leven blijft erin zitten. Want het perfecte snijdt vaak het ademen uit het werk. Het is moeilijk, zijn hele fijne nuances natuurlijk, of die echt tastbaar zijn. Maar ik denk dat mijn werk nog net ademt.